Zo, goedemorgen allemaal. Hey, ik heb een raar scherm. Zien we jou wel op het scherm? Moet je hem groot zetten? Nou, hartstikke goed. Goedemorgen allemaal. Goedemorgen. Ja. Welkom bij deze nieuwe Office 365 Update webinar van de maand mei. Het is begin mei en nou, we gaan jullie meenemen in overnieuwingen hè, van de afgelopen maand. Mijn naam is Danny Beurlage en naast mij zit Robert Schouten. Ja, goedemorgen. Mijn naam is Robert Schouten. Ja, al een aantal keren natuurlijk hier aangeschoven geweest. Dus ja, we gaan lekker beginnen. Nou, we hebben een volle agenda, want we hebben echt heel veel verschillende punten. Ook een aantal hele mooie innovaties over de afgelopen maand. Maar voordat we dat doen, Microsoft Build is gisteren begonnen. Ja, klopt. Er zijn wel wat nieuwe dingen geïntroduceerd, zeg maar, in ieder geval aangekondigd. Bijvoorbeeld Microsoft Search is aangekondigd dat ze daar eind mei de globale uitrol van gaan doen. Ja. Ja, om even iets op in te zoomen wat Microsoft Search in principe doet, integratie met Bing. Ja. Die doet zeg maar bepaalde verrijking, AI-achtige dingen met de data. Integratie met Microsoft Graph en binnen de hele suite, binnen Microsoft Ja. 365, komt er een nieuwe searchbar beschikbaar Cool. die overal en overal hetzelfde is en hetzelfde werkt. Wacht je nog veel grote andere innovaties over iets van beeld of die bij beeld worden aangekondigd? Ja, ik bijvoorbeeld de Fluid Framework is aangekondigd. Ik moet het nog even een goede plek geven wat het exact helemaal inhoudt. Maar wat ik ervan heb begrepen is dat wat ze eigenlijk willen gaan doen, is dat ze eigenlijk documenten ook moderner willen gaan maken. Dus eigenlijk is een document op dit moment heel veel gewoon een teksteditor. Je stopt er wat dingen in en dat is het. Maar ze willen ook gaan kijken van, kunnen we daar rijkere componenten in gaan zetten? Een soort webcomponenten. Wat dus met dat Fluid Framework gecreëerd kan gaan worden. Om op die manier een rijkere uitrusting te hebben. Ze lieten bijvoorbeeld ook dingen zien van, oké, ik ben live aan het werken met meerdere mensen. En dan werd bijvoorbeeld dat meteen vertaald in 9 verschillende talen. En men kan in die andere talen ook bijvoorbeeld het gaan bewerken. En dan werd het in die andere taal ook weer vertaald. Dus dat soort achtige Geef duidelijk. vernieuwingen zitten ze er bijvoorbeeld ja, aan Geef te duidelijk. komen. Ja. En dat Ook is sessies worden gisteren. live uitgezonden ook, hè? Ja. De keynote was in ieder geval gisteren live. Ja, dus ben je geïnteresseerd in wat er in beeld gebeurt? Ga even naar de website van Microsoft Build en dan kan je daar intunen en bekijken wat voor innovaties er allemaal zijn op development gebied. Ja, en Twitter, hashtag MS Beeld, dat is ook een goede bron. Nou, duidelijk. Ja. Hey, voor nu gaan we ons richten op de Office 365 update. Mocht je vragen hebben, doe ze alsjeblieft tijdens het webinar. Ik zou het heel fijn vinden als je dat dan in het Q&A-venster zou willen doen. Niet in het chat-venster, is wat lastiger voor ons. Na het webinar kan je natuurlijk ook vragen stellen, net zoals altijd. Dat kan je doen door Robert of mijzelf een e-mailtje te sturen. En wij zorgen ervoor dat je zo snel mogelijk antwoord krijgt. Maar wat ik al zeg, we hebben echt een hele volle agenda. Dus laten we maar beginnen met de allereerste innovatie, de multi-geo capabilities. Hey, oh, ik heb al mijn plaatje. Ja. Multi-geo capabilities. Ja, multi-geo houdt eigenlijk in dat je Office 365 tenant over meerdere locaties heen, Europa, Amerika, Japan, et cetera, gehost kan worden. Dus dat is een simpele uitleg, hè? Ja, inderdaad. Ja. In het verleden is die dus al aangekondigd voor Exchange en OneDrive data. Ja. Aangekondigd, jij doet het ook. En dat is het dus al, dat is al Ja. beschikbaar. En dat is nu ook aangekondigd voor SharePoint en Office 365 Groups. Dus ja, alles wat daar dus ook ingecreëerd wordt, wordt dus ook op meerdere locaties afhankelijk van de gebruiker, wie je Ja. bent. Als jij een site aanmaakt of een Office 365 Group start, vanuit Teams of vanuit Ja. gewoon, ja, komt jouw data daar dus op die specifieke locatie te staan. En op die manier kun je dus aan de reglementen voldoen dat jouw data bijvoorbeeld altijd hier staat. Met name voor grotere organisaties is dat erg belangrijk. En snelheid, denk ik, of niet? Nou, dat niet zozeer. Dat hoeft Nee. niet. Kijk, als jij in een multi-geo organisatie zit,
werkt dat sowieso via de CDN's en dergelijke, dat het beschikbaar wordt. Via de CDN's? Ja. Wat is dat? Content Delivery Network, gezegd. En eigenlijk heeft Microsoft een heel breed netwerk met verschillende CDN's. Wat eigenlijk punten zijn die zo dicht mogelijk bij jou staan. Ja. En op die manier kunnen ze zij dus eigenlijk ervoor zorgen dat jij de data zo snel mogelijk bij jou krijgt. Ja. Dat zorgt daar meer voor. Maar het is ook meer compliancy stuk dat jouw data op bepaalde datacenters staat. Ja, helder. Dus met name als je dus multigeo bent, je hebt mensen in Amerika zitten, ja. Mensen in Europa zitten. Ja. Ja. Dat de Europeanen hun data allemaal in Europa staan, dat de mensen die in Amerika zitten hun data in basis in Amerika staat. Ja. De CDN, zover ik begrijp, werkt niet zozeer voor e-mail en zo. Hè? Dat gaat wel degelijk telkens over het lijntje. Het is niet zo dat ze in elke geo op dit moment een kopie hebben van jouw data. Nee, volgens mij niet. Nee. Dus op het moment dat ik in Amerika zit en ik download daar mijn e-mailtjes, grote mailbox, whatever, ik ga voor de eerste keer synchroniseren, dan moet ik dus echt die data uit Europa halen. Ja. Wat er dus gebeurt met de multi-geo capabilities, is dat voor elke gebruiker de data van die desbetreffende gebruiker, of de OneDrive data, of de Exchange data, of een SharePoint site, in een bepaalde geo staat. Dus jouw Exchange mailbox staat in Europa, of jouw Exchange mailbox staat in Amerika, of jouw Exchange mailbox staat in Asia Pacific. Niet, en dat is een vraag die net gesteld wordt, niet in China op dit moment. China is nog helemaal apart van de rest van de wereld, ja. Net als Rusland overigens. Daar heeft Microsoft niet een apart datacentrum dat opgenomen is in de complete Office 365 omgeving. Het is een aparte vendor, een aparte leverancier die daar de Office 365 diensten levert. Dus multi-geo werkt daar ook niet, omdat Microsoft zelf in China geen datacentrum onderhoudt. Asia Pacific zijn dus de landen rondom China heen, vanuit waar de Chinezen hun data kunnen putten. Dat is in feite waar dat op neerkomt. Ja. Ik hoop dat daarmee je vraag beantwoord is. Maar dat is wel belangrijk, omdat we veel vertraging horen van mensen die in China werken, op de Office 365 omgeving. En dat heeft puur ermee te maken dat die data dus allemaal op die manier toegankelijk gemaakt moet worden. Ja. Ja. En belangrijk met die multi-geo is dat bijvoorbeeld zo'n SharePoint site, die data staat dus echt in Europa, of in de US, of in Canada, of in Asia Pacific. Ja. Het is dus niet zo dat zo'n SharePoint site op alle vier de locaties staat. Hij staat op één van die locaties, en daar wordt die data vandaan gehaald. Klopt. Ja. En dan weer verspreid via de CDN's, et cetera, zodat die sneller bij je komt. Ja. Ja. Super interessante dienst als je een internationale organisatie hebt. Let wel, hij kan alleen geactiveerd worden als je meer dan 2500 licenties afneemt. Ja. Goed, laten we doorgaan naar het volgende onderwerp. En dat is de password. Ja, ik ging te snel, hè? Ik ging echt te snel. Ja, ik ben weer terug. Azure AD Password Protection. Ja, die was al in preview, et cetera. Is nu algemeen beschikbaar gekomen. En wat je daar dus mee kunt doen is een stukje password protection. Een aantal functionaliteiten die daar bijvoorbeeld in zitten is van oké, ik wil bepaalde woorden bannen. Dus ik wil bepaalde woorden bijvoorbeeld uitschakelen die bijvoorbeeld in wachtwoorden voor mogen komen. Ja. Om op die manier makkelijke wachtwoorden te voorkomen, et cetera. Welkom 1, 2, 3, woordtels, ja, dat soort woorden. Ja. Ja. Dus ik denk een hele goeie. Dat we nu ook... Nou, het gaat je in ieder geval helpen om een sterker basispaswoordbeleid te doen. Sowieso, passwords zijn hartstikke tof, maar ik raad iedereen hoe dan ook aan om met multifactor authentication te werken. Ja, en verder zitten er wel dingen in van hoe snel moet je wachtwoord weer gelokt, of in ieder geval je scherm gelokt worden en dat soort dingen. Nou, dat helpt natuurlijk ook heel erg. Ik vergeet het overigens altijd. Ja? Ja, en dan als ik dat doe, dan word ik op mijn vingers getikt door onze security officer. Ik kom op hoge poten naar me toe en dat is natuurlijk ook gewoon zo. Ik bedoel, ik moet ook mijn paswoord of mijn scherm lokken. Scherm lokken, et cetera. Ja. Ja, wat ik heel fijn vind is dat ik heb nu net ingesteld, dat op het moment dat ik wegloop bij mijn scherm, dat hij ziet dat ik niet meer achter mijn scherm zit, en dan automatisch mijn computer lokt. Maar goed, ik ben ook maar... simpele gebruiker. Zeker. Oké, Azure AD Password Protection. Kijk er even naar om je omgeving sterker in de beveiliging te zetten. Ja. En met je wachtwoordbeleid sterkere passwordpolicies te doen. Password is alleen wat mij betreft niet voldoende. MFA is de de facto standaard om in ieder geval een multifactor te introduceren. Ja. In veel sectoren ook verplicht trouwens.
Goed, control encrypted emails. Ik kan als gebruiker, als Office 365 gebruiker, een bepaalde e-mail naar iemand toesturen en dat is dan een geencrypte e-mail. Wat dat inhoudt, is dat de ontvanger krijgt op dat moment een berichtje. Joh, er staat een e-mailtje voor je klaar. Je klikt op dat e-mailtje, je gaat naar het portal en daar kan je dan dat e-mailtje lezen. Makkelijk omschrijving, toch? Ja. Daar kan je weer allerlei soorten aanvullende dingen aan doen. Nou, daar is nu een wijziging in. Aanvullende dingen bedoel ik, je kan bijvoorbeeld een extra paswoordnotificatie krijgen of een extra telefoonnotificatie krijgen dat je een e-mailtje klaar hebt staan en een code moet invoeren, dat soort dingen. Maar goed, daar is nu een wijziging gekomen. Wat is de wijziging die er gekomen is? Ja, wat je nu kunt laten doen is dat naast dat je dus echt een encrypted e-mail gaat krijgen, ja, kun je nu ook laten expireren, ja, dus laten verlopen. Of daadwerkelijk echt gewoon de toegang, om te zeggen. Ja. En ja, op die manier, als er nog mailtjes eigenlijk rondzwerven, want dat, ja, is het uiteindelijk. Hè? Je hebt een mail verstuurd die geencrypt is, dus beschermd. Ja. Maar ja, hij is misschien niet meer geldig. Of je hebt zoiets van, na zoveel tijd mag dit wel weg zijn. Ja. Dan kun je dat daadwerkelijk ook daadwerkelijk of de toegang ontzeggen of hem gewoon laten expireren. Oké, okay, dus een voorbeeld. Ik werk ergens in een juridische afdeling van een commerciële organisatie. Ja. Ik stuur een bepaalde e-mail naar een partij waarmee we samenwerken. Laten we zeggen een advocatenkantoor. Ja. Het zijn vertrouwelijke stukken. Ik wil ze wat laten weten. Ik kan dat e-mailtje versturen en automatisch na 30 dagen vervolgens dat e-mailtje laten verlopen. Dat ze er ook niet meer bij kunnen. Nou, ze kunnen ook helemaal niet meer die inhoud bekijken. Klopt. Ja, oké. Okay. Mooi. Ik zie, ja, de documenten die erbij zitten, dat soort dingen. Inderdaad, ja. En ik denk met name juist in dat soort, ja, achtige omgevingen, dat dat gewoon een hele mooie extra toevoeging is, nou, van, kan me voorstellen, van dit soort diensten. Ja, juridische afdelingen, maar ook bijvoorbeeld research and development met vertrouwelijke gegevens, ja, of zorg met jeugdzorg of whatever. Hè. Ik kan me voorstellen dat er wel heel veel toepassingen voor zijn. Ja. Is het ook zo dat je bijvoorbeeld die encryptie van zo'n e-mail kan regelen op basis van bepaalde criteria? Bijvoorbeeld, er staat een DSN-nummer in je e-mailtje. Ik vraag naar een bekende weg. Ja. Sorry. Er staat een bepaalde term in je e-mailtje, of er staat een DSN-nummer in je e-mailtje, of er staat een klantcode of een patiëntnummer of whatever in je e-mailtje. Wat hij dan kan doen is, automatisch kan hij dan zo'n e-mailtje ten eerste instantie encrypten, in tweede instantie dan ook automatisch weer laten verlopen. Dus als ik iemand een lijst met BSN-nummers toestuur, wij doen dat bijvoorbeeld naar onze salarisverwerkingsmaatschappij, dan zou ik kunnen zeggen, oké, na 30 dagen moet je dat e-mailtje laten verlopen. Ja, ja. Er zijn wel twee dingen die eigenlijk door elkaar lopen, zeker, denk ik hier. Zeker. Het DLP. Ja, absoluut. En het encrypten, et cetera. Dus dat kunnen acties zijn die, ja, volgen op van, oké, je gaat, ja, iets versturen. Ja, maar dat zijn scenario's waar ik wel aan denk. Ja, inderdaad. Ja. 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 Nou, heel goed. Mooi, de volgende. DLP in Microsoft Teams. Ja, ik zei net al DLP. Wat is DLP? Data Leak Protection. Data Leak Protection. Dus als jij bijvoorbeeld een e-mail verstuurt, ja, met bijvoorbeeld een BSN-nummer erin, ja, gaat Microsoft 365 dat zien. Ja. Je ziet dat, oké, jij verstuurt dat. Kun je een melding krijgen van, hey, weet, ja, dat dit, dat je een BSN-nummer verstuurt. Ja. Als administrator kun je nog instellen of dat hij dat dan altijd mag versturen. Mm-hmm. Of dat hij zelf de keuze heeft. Ja, maar dit is niet een e-mail versturen, dit is in Microsoft Teams. Hoe gebruik je dan DLP in Microsoft Teams? Ja, wat ze dus nu hebben toegevoegd, ja, aan 1-op-1 chats. Ja. En op van chats binnen, conversaties binnen het team zelf. Ja. Als er dus in je chat iets voorkomt, bijvoorbeeld een BSN-nummer, of waar je ook dus op wilt checken, patiënteninformatie, ja. Ja. Dat soort zaken, ziet Microsoft 365 dat en krijg je een notificatie in jouw chat, okay, van oké, je gaat nu iets sturen wat niet mag. En, ja, dan kan het dus weer zijn van oké, hij is totaal geblokt, het komt ook niet bij die andere partij, of, ja, bij de rest van de teamchat. Of je krijgt de keuze van ik wil het toch versturen. Oké, dus met andere woorden, ik ben in een gesprek met jou en we bespreken allerlei soorten zaken. En op een gegeven moment ga ik daarin vertrouwelijke dingen bespreken. Dingen waarvan we als bedrijf hebben afgesproken, dat mag je natuurlijk wel met elkaar delen. Maar niet bijvoorbeeld in een Microsoft Teams omgeving. Ja. Of niet in een e-mailtje. En dan kan je dat dus zien en kan je dan op dat moment blokkeren. Ja. Oké, duidelijk. Dus het helpt je eigenlijk om juist dat soort datalekken te, ja, voorkomen.
helder. En een van de dingen die erin mogelijk is, als ik goed begrijp, is dat je kan het ook inzetten, met name als je met externen chat. Ik heb dat niet specifiek gezien, maar ik kan me voorstellen dat je daar gradaties in hebt. Of het alleen met externen. Ja, voor mij is het met name ook daarvoor bedoeld. Ja, juist. Okay. Dus op het moment dat ik een chatsessie met een klant of met een patiënt of met externe heb, ja. Dat ik dan op dat moment kan zeggen, nou, bepaalde dingen wil ik nu eventjes niet Goeie avond. Ja, helder. Ik heb de beta-versie hiervan gezien. En tijdens de beta-versie was het zo dat ik typte mijn berichtje. Ik verstuurde mijn berichtje en dan kwam het op het scherm bij de ontvanger. En seconden later, dan pas werd hij geëncrypt. Is dat opgelost? Dat weet ik niet. Nee? Dat ook, volgens mij wordt hij daadwerkelijk meteen... Okay. Meteen uitgehaald. Uitgehaald. En in ieder geval krijg je meteen een melding voordat hij überhaupt wordt verstuurd. Tijdens de beta-versie die ik heb gebruikt, of de proefversie die ik heb gebruikt, was echt heel irritant. Want dan deed je dit en dan volgens verstuurde je hem. De ontvanger zag het berichtje dat je stuurde, met alle vertrouwelijke informatie enzovoort. En bloef, daarna werd het onzichtbaar. Dus een beetje weird. Dat lijkt me niet helemaal. Nee, fijn dat dat nu eruit is. Mooi, Karzala. Karzala. Ja. Voor iedereen die niet weet wat Karzala is, wat is Karzala? Ja, het is eigenlijk, ik noem het eigenlijk gewoon maar de WhatsApp binnen Microsoft 365. Ja. Het is ontstaan in... Ik vind een beetje een trieste poging van Microsoft om WhatsApp na te doen. Mag ik dat zeggen? Mag je zeggen. Is dat zo? Ja, ik vind het op zich een hele mooie toevoeging. Want eigenlijk hebben we niet zoiets voor het bedrijfsleven. En als jij... Nou, WhatsApp is niet voor het bedrijfsleven? Je kunt het natuurlijk binnen het bedrijfsleven toepassen. Alleen, je weet niet waar jouw data staat, et cetera. En dat zijn wel dingen die je moet afvragen als je bijvoorbeeld een dienst als WhatsApp gebruikt. Je gaat er dingen in delen, vertrouwelijke informatie. Maar we hebben bijvoorbeeld overal wat je ook met je chat hebt binnen Microsoft Teams. Als je dat soort dingen via WhatsApp deelt, die data die is niet van jou, et cetera. Dus als ik het goed begrijp, Karzala is in feite hetzelfde als WhatsApp. Maar gemanaged door je Office 365 omgeving. Ja. En kan je dus aan alle standaard criteria laten voldoen waar Office 365 ook aan voldoet. Ja. Op het gebied van security, privacy, compliant, DLP in de toekomst waarschijnlijk. Zal nu nog niet kunnen, denk ik. Verwacht ik nog. Nee. Maar ja. Okay. Ze gaan dit dus ook nu integreren binnen Microsoft Teams. Ja, ja. Zodat je dat daar ook steeds meer kunt gaan gebruiken. Ja. Dat ze hebben aangegeven dat ze dat in de komende 12 tot 18 maanden gaan doen. Ja. En dan verwacht ik dus, net zoals wat je net zei met DLP in de chats, dat het ook voor deze chats gaat gelden. Ja, ik snap het. Ik wil heel erg geïnteresseerd naar Ben en ik zou het echt super waarderen als er mensen zijn die dat doen. Is of jullie ervaring hebben met Karzala. Ik bedoel, ik gebruik het met een aantal mensen die per se niet op WhatsApp willen zitten. Maar zijn er nou organisaties of mensen die op dit moment al Karzala gebruiken? Daar ben ik echt heel erg benieuwd naar. Dus als dat zo is, doe me een plezier en zet het even in het Q&A-venster. Want volgens mij, om eerlijk te zijn, valt het tegen. Ik denk het zelf ook. En daarom is Microsoft denk ik ook wel die push aan doen. Het wordt nu standaard onderdeel binnen Office 365. Dus op die manier, het wordt makkelijker ook om dat te gebruiken. Ja. En ik denk dat ook soms wel een stukje onwetendheid is van heel veel mensen. Van oké, nou ik doe het wel even via andere manieren. Ja. En dat kan wel gevolgen. Grappig, er kijken toch wel best wel heel veel mensen, maar nog niemand heeft gereageerd dat hij het gebruikt. Dus ik ga er maar gewoon vanuit dat niemand het gebruikt, om eerlijk te zijn. Ja. Maar goed, ik zie wel de toegevoegde waarde als het zo meteen in de Microsoft Teams gaat zitten. En Microsoft pitcht dit ook voor bepaalde scenario's. Bijvoorbeeld voor beveiligde chat tussen patiënt en arts. Of beveiligde communicatie tussen cliënt van een advocatenkantoor en een advocaat. Nou, dat soort communicatie. Zo pitcht Microsoft dit ook wel. Ik hoor wel heel vaak de vraag van mensen, ik hoor ook wel bij klanten, van waarom zou ik nu dit gebruiken in plaats van bijvoorbeeld een chat in Microsoft Teams? Ja. En? Nou, het is bijvoorbeeld heel makkelijk en laagdrempelig om iemand toegang te geven. Dat gaat op basis van telefoonnummer. Ja. Het gaat niet op basis van een identity. Nee. Het gaat op basis van telefoon. Dus je kan bijvoorbeeld een cliënt toegang geven. Dus toevoegen aan een chat. Ik snap het. Heel makkelijk, laagdrempelig, hoeven we niet eerst in Office 365 omgeving account te hebben, et cetera. Ik snap het. Helder. Ik denk een heel goede toevoeging.
En dan Microsoft Teams. Ook een aantal mooie innovaties. Oh, we hebben een beller. Oh nee, jammer. Ik krijg hier een opmerking. Ik denk, nou, dat is iemand die Teams gebruikt. Of die Kazala gebruikt. Maar nee hoor, Tristan zegt van, nou, hier geen Kazala. En ik denk dat het lastig aan de man te brengen is. Ik denk dat je deels gelijk hebt. Microsoft Teams Innovations. Whiteboard ondersteuning. Ja. Er gaat vanuit een meeting een mogelijkheid komen om whiteboard te starten. Mooi. Je kunt ook bijvoorbeeld verder gaan straks vanaf als je op een Surface 2 bijvoorbeeld zit. Je hebt dan een whiteboard. Ja. En kun je in één keer doorgaan binnen Microsoft Teams. Dus als je bijvoorbeeld in één keer externe mensen erbij betrekt, kun je dan bijvoorbeeld in één keer verder gaan binnen je meeting. Leuk. En je kunt gewoon live met meerdere mensen tegelijk ook daadwerkelijk op het whiteboard dingen doen. Cool. Dus als je een brainstorm sessie hebt, et cetera. Ja. Ja. Was er nog een vraag? Nee. Oké. Okay. Sorry. Nee, maak je niet. Dus je kan die whiteboards kan je... Binnen meetings trekken. Ja, oké. Okay. Mooi. En ik denk dat het gewoon heel effectief kan zijn als je met verschillende locaties van mensen hebt om iets te brainstormen of even iets uit te tekenen. Ja. Hele mooie toevoeging binnen Microsoft Teams. Cool. En dan hebben we nog wat dingetjes, de calendar app. Ja, op dit moment hebben we de meetings app. Ja. Zo heet die. Hij gaat dus hernoemd worden naar de calendar app. Ja. Dus dat is een wijzigingetje ook. Alleen de naam? Of komt er ook een hele functionaliteitswijziging? Ook de functionaliteit. Maar in eerste instantie dus ook even belangrijk om te weten, voor de gebruikers mochten zij de meetings app. Ja. Een verandering, dus goed om te weten in die organisatie. Ja. Daarnaast gaat die uitgebreid worden. Het is op dit moment een vrij smal venster, waar je één dag ziet. Ja. En we gaan hem nu breed trekken, waarbij je dus ook werkweek, et cetera, qua views kunt doen. Je kunt switchen tussen de views. Ja. Dus je krijgt een wat bredere mogelijkheid om je dat kalender, gewoon je autokalender te bekijken. Ja. Wat erg goed helpt, vind ik. Want ik vind hem op dit moment erg beperkt, omdat je alleen op de huidige dag... Ik zou je ook aanraden om dit soort dingen wel degelijk eventjes te communiceren met je eindgebruikers. Niet alleen dit, maar ook die whiteboard, omdat het wel degelijk een hele mooie functie is waar veel mensen niet van afweten. En deze ook niet. Ik vind dit echt geweldig. De blur toepassing van Microsoft Teams. Op het moment dat wij een Teams meeting met elkaar hebben, en ik ben thuis of ik ben ergens met allerlei soorten dingen die op de achtergrond gebeuren, heb ik de mogelijkheid om mijn achtergrond te blurren. Ik denk dat de meeste mensen dit wel gezien hebben, maar als je het nog niet gezien hebt, probeer het een keer als je een Teams meeting hebt. Zit er een knopje in, die heet blur. Onder de drie puntjes, die zitten hier, die drie puntjes op je scherm. In je meeting. En daar kan je voor blur kiezen, background blur. En dan heb je dus nu de mogelijkheid om niet alleen maar blur te kiezen, maar daar bijvoorbeeld een hele eigen foto neer te zetten, van een eigen aangepaste achtergrond of zoiets dergelijks. Ja, of je bedrijfslogo. Bijvoorbeeld. Ja, leuk voor je dachten. Ja, dat moeten we doen volgende keer. Nee, dan kan je dus echt een hele eigen achtergrond achterzetten. Ja. Super interessant om dat te doen. Als je bijvoorbeeld in een drukke zaal zit. Of als ik wel eens thuis zit te werken. En er zijn allemaal kinderen op de achtergrond of zo die aan het spelen. Ja. Nou, dat soort dingetjes. Ja. En dan op het gebied van SharePoint zijn er ook een aantal nieuwe wijzigingen gekomen, hè? Ja, ik ken wel een hoop klanten die er op dit moment op zitten te wachten. Wanneer komt de nieuwe Jammer webpart beschikbaar. Op dit moment was het nog een oudere variant. Die komt dus nu daadwerkelijk beschikbaar. Ja. En daarbij komt er ook een tweede variant waarbij je ook highlights moet laten zien. Ja. Dus voor de gebruiker highlights laten zien binnen SharePoint. Okay. Dus je kunt gewoon een bepaalde groep instellen, bepaalde feed, et cetera. Maar ook highlights. Dus cool. Je kan eraan. Dus, mooie update. Doe je voor hem. Mooie update. Ik krijg wel eens de vraag van waarom zou je nog als organisatie Jammer gebruiken? En om eerlijk te zijn, wij zijn binnen onze organisatie super, super, super actieve Jammer gebruikers. Heel veel mensen delen van alles en nog wat op Jammer en niet in Teams. Dus, terwijl Teams wordt ook heel intensief binnen onze organisatie gebruikt. Maar je ziet toch dat het twee verschillende doelen dient. Teams is met name om samen te werken aan een project enzovoort, bij ons in ieder geval. En Jammer wordt met name gebruikt om aan grotere groepen mensen bepaalde algemene informatie te communiceren. Meer een soort Facebook-achtige toepassing of zo, binnen het bedrijf. En kennis. En kennis. Ja. Kennisdeling, zeker. Als er vernieuwingen zijn, et cetera, dat hele brood op Jammer. Ja, absoluut. Dus ik zie daar wel degelijk die toegevoegde waarde nog in. Andere is audience targeting, hè? Ja. Is ook al een aantal keren natuurlijk aangekondigd dat het eraan gaat komen. Ja, een aantal keren.
Maar gaat dus daadwerkelijk ook deze maand uitgerold worden. Dus die komt eerst in target release beschikbaar. Waarbij dus op verschillende groepen, lees AAD groepen, security groepen, mail-enabled groepen, Office 365 groepen, maar ook dynamische groepen. Ja. Kun je dus binnen een sitepagina, bibliotheek, kun je die groepen gaan taggen op bijvoorbeeld het nieuws. Ja. Of op een bepaalde pagina. Interessant. In de aggregatie webparts als nieuwswebpart, highlighted content webpart, kun je dan daadwerkelijk die juiste informatie voor jou meer persoonlijk maken, et cetera. Zodat jij jouw data... Hoe is de snelheid hiervan? Dat is altijd het probleem. Hè? Microsoft heeft dit verschillende keren inderdaad aangekomen over de afgelopen jaren, maar als je dit moet managen voor duizenden, honderdduizenden, miljoenen gebruikers, kan je je voorstellen dat dit potentieel risico heeft om je hele omgeving enorm te vertragen. Dat was in het verleden ook zo, daarom is het telkens uitgesteld en zo. Hoe is de snelheid nu? Ik heb het zelf nog niet mogen gebruiken, helaas. Nee? Dus daar kan ik nog niet iets over zeggen, maar in ieder geval wat Microsoft zegt, is dat ze hebben het vanaf de grond af aan opnieuw opgebouwd. Ja. En het is instant. Het is bij je normaal gesproken on-prem daar een bepaalde invloed op had om bijvoorbeeld die nieuwe hercompilatie te doen van je audiences. Ja. Kon je dat in Office 365 niet. Nee. Waardoor je vertraging had. Het kon soms bijna wel tot een week duren voordat die audiences beschikbaar waren. Ja. En dat hebben ze dus nu helemaal gewijzigd. En het moet nu instant zijn. Cool. Nou, dat is mooi. Dat is wat Microsoft belooft. Ja. Beheer je een SharePoint-omgeving, een portal, een intranet-omgeving? Kijk deze functionaliteit eventjes na, want het is echt een hele mooie functie. Ja. Ja. Mooi, door naar de volgende. SharePoint Innovations, File Restore. Ja, dat is uit mijn hoofd afgelopen Ignite aangekondigd. Ja. Eigenlijk wat je kunt doen is dat je dus nu binnen bibliotheken, SharePoint bibliotheken, als site-eigenaar kun je zeggen, oké, ik wil teruggaan in de tijd. Ik heb een bepaald bestandje en ik wil, of ik heb hem weggegooid, of et cetera. Kun je dus die file terughalen. En je kunt 30 dagen teruggaan in de tijd. Dus echt daadwerkelijk zeggen van, oké, ik wil op dat moment die file, hoe ik hem op dat moment had, wil ik hem terughalen. En dat kun je dus vanuit de user interface helemaal doen. Vet. Ja. Mag ik een scenario daarvan schetsen? Ja, tuurlijk. Wij zijn als team zijn we bezig met het samenwerken in één document om een voorstel te maken of zoiets dergelijks. En iemand heeft daar iets in gedaan in dat desbetreffende document, waardoor het niet meer klopt, de inhoud. Dan kan ik dus in feite 3, 4, 5 dagen of hoeveel dagen geleden dat ook was, teruggaan om te bekijken wat stond er daarvoor in het document. Klopt dat? Ja. Cool. Kun je inderdaad doen. Ja. En wij dus in het verleden dus heel vaak terug moest naar administrator, naar IT, kun je dus nu veel meer vanuit de user interface direct doen. Ja, duidelijk. Maar dit is toch gewoon version control, zegt Jaap? Ja en nee. Het is in principe uiteraard versiecontrole, want er worden versies bijgehouden, et cetera. Maar daadwerkelijk ook echt terug kunnen gaan specifiek in tijd. Ja. Dat is net wel even wat anders. En met name dus ook het vanuit de user interface volledig doen. Is dat moeilijker? Ja, het is dat gewoon lastiger. En het is denk ik meer een uitbreiding erop. Ja, ik begrijp ook dat dit niet echt specifiek version control is. Hè? Omdat er in feite hoef je niet versiebeheer aan te zetten. Nee. Maar je neemt gewoon een datum en een tijd van een bepaalde wijziging. Ja. Dus in feite heb je gelijk hoor, Jaap. Ik bedoel, het is een soort versiecontrole. Alleen, het is een soort restore version in de loop der tijd. Met het gemak van een makkelijkere interface. Ja. Dus, het is gewoon version control. Zoiets in ieder geval. Met een makkelijkere interface en dat soort dingen eromheen. Ja. Ja. En versiebeheer staat toch al tijd aan? Hoeft niet. Of niet? Je kunt versiebeheer uitzetten. Oké. Okay. Ja. Nou, je hoort het. Versiebeheer kan ook uitgezet worden. time machine, ja. In feite is het een time machine. Dat is wat Jaap zegt. Klopt. In feite is dit een time machine. Ja. En wat is nou het verschil met de prullenbak?
De prullenbak is iets wat zeg maar op site-niveau beschikbaar is. Ja. Dus dan moet je weer naar een andere locatie toe binnen je site of je site-collectie. Ja. En daar kun je verwijderde bestanden terughalen. Okay. Dit gaat niet over verwijderde bestanden? Nee, niet specifiek. Het is meer eigenlijk teruggaan in de tijd op een bepaald bestand. Ja, duidelijk. Ik ben even alle Q&A-dingetjes aan het weggaan, want anders zie ik niet of er nieuwe mensen iets posten. Dus dat moest ik even tussendoor doen, sorry. Maar goed, het gaat dus in feite over een bepaalde periode dat je daar binnen allerlei soorten wijzigingen terug kan zetten. Ja. En document sets. Ja, sorry voor de beetje wazige animatie. Ja, inderdaad. Maar die was niet duidelijker waar ik hem kon vinden. Jeetje, ja. Maar het is op zich wel een functionaliteit waar best veel organisaties ook op zitten te wachten. Ja. Waar vrij veel gebruik wordt gemaakt van document sets. Nou, wat zijn document sets? Het is eigenlijk, ik noem het altijd een zipbestandje. Nee, een folder. Oh. Maar dan op steroïden. Dus je hebt meer functionaliteiten eigenlijk binnen een folder. Ja. Bijvoorbeeld metadata die doorappt op al jouw documenten die in een folder staan. Dus op folderniveau zeg je van, document set niveau, zeg je van oké, deze metadata moeten alle documenten bevatten. Maar bijvoorbeeld ook content types die daar binnen beschikbaar zijn, templates, dat soort zaken. Dit was allemaal niet beschikbaar binnen de moderne documentbibliotheken. Nee. En wat Microsoft dus nu heeft gedaan, is het nu ook beschikbaar gemaakt. Cool. Daarbinnen. Dus als je als bedrijf dit veel al gebruikt, kon je dus nog niet gebruik maken van moderne bibliotheken. Nee. Werd je soms dus nu teruggeschakeld, omdat de standaard nu modern is. Ja. Je gebruikers hadden dus eigenlijk twee omgevingen soms, als ze hier veel mee werken. En nu kunnen ze dat ook blokkeren. Ik vind document sets geweldig. Op het moment dat je bepaalde documenten bij elkaar wil halen en je wil die data, metadata uitwisselen en dat soort zaken, ik vind het heel fijn. Zeker als ik bijvoorbeeld bezig ben met als we bezig zijn met een RFP, een complexe RFP, waar heel veel documenten moeten worden ingeleverd, dan gebruiken we daarvoor een document set. Zodat al die basisdata in al die documenten hetzelfde is. En dat we het gemeenschappelijk kunnen controleren. Ja. Echt heel fijn. Het mooie eraan vind ik ook, is alle vernieuwingen die we op modern bibliotheken hebben. Bijvoorbeeld toepassen van flow, conditional formatting, et cetera. Heb je nu ook tot je beschikking. Cool. Het enige puntje, we hebben geen homepage meer. Normaal gesproken had je een document set homepage. Die, is dat belangrijk? Die kon je ook instellen. Dus sommige bedrijven zie je wel terug van, we willen de homepage daar iets van aanpassen. Of we willen daar meerdere webparts op plaatsen op zo'n homepage. Ja. Bijvoorbeeld als het voor een project werd gedaan, project ingezet, werd een projectfolder eigenlijk, document set ingezet. Ja. En dan werd daar wat extra data op. Dat kan niet meer. Dus dat is wel een van de beperkingen. Hey, Michiel stelt een vraag. Als je nou een document set hebt, hoe zit het dan met versiebeheer van de documenten binnen die document set? Gewoon hetzelfde, hè? Ja, gewoon zo. Ja, het is gewoon hetzelfde als normale documenten, Michiel. Ja. All right, volgende punt. AutoCAD is volgens mij ook de laatste slide. Volgens mij is dat de laatste, inderdaad. AutoCAD, eindelijk. Eindelijk. Je wil niet weten hoeveel verschillende projecten wij wel niet gedaan hebben met allerlei soorten AutoCAD-bestanden die gemanaged moesten worden vanuit SharePoint en moeilijk en allemaal tools en plugins en dat soort dingen. Maar Microsoft en Autodesk werken nu samen. Ja. Zijn beste vriendjes geworden. Ja, ze hebben samenwerking opgezocht om te kijken van oké, hoe kunnen we die integratie, als jij dus AutoCAD-bestanden opslaat binnen jouw Office 365-omgeving, hoe we dan eigenlijk die experience voor die gebruikers zo goed mogelijk kunnen laten zijn. Ja. En wat ze dus nu hebben gedaan, als jij een AutoCAD-bestand opent, opent hem in de Autodesk webapp. Ja. Dat is dus een webapp van Autodesk. Ja. Op die manier kun je overal waar je bent, zonder dat jij daar iets voor geïnstalleerd hebt op jouw pc waar je op dat moment bent, kun je dus die Autodesk bestanden bekijken. Cool. En eventueel ook iets mee doen. Van, ik weet even niet exact wat er allemaal in die webapp zit, of je hem ook wel helemaal kunt bewerken, et cetera. Ja. In ieder geval, dit zijn wel nieuwe innovaties met de samenwerking tussen Autodesk en Microsoft, waarbij je ziet van oké, jouw viewing experience, het kunnen benaderen van dat soort dingen op een iPad of iets dergelijks, wordt daardoor veel makkelijker. Mooi. Ja. Heel gaaf. Absoluut.
Mooi, we zijn er doorheen. Volgende maand is de webinar op 4 juni, ook weer om 11 uur. We zitten op een nieuwe locatie op dat moment in Gouda. Daar komt een standaard webinarruimte. Het is voor ons net iets makkelijker om dit soort dingen te organiseren. Want we geven nu toch wel relatief veel verschillende webinars. Daarnaast zijn we bezig met de nieuwe toolingen in gebruik te nemen. Dus ik hoop dat dat volgende maand ook al beschikbaar is. We hadden vorige keer gezegd, hè? Eigenlijk wel, events gebruiken. Ja, Tom had net wat andere prioriteiten deze maand. Ja. Dankjewel voor het kijken. Zijn er nog vragen? Stuur even een e-mailtje naar Robert of naar mezelf. En dan komen we daar gewoon zo snel mogelijk bij je op terug. Volgende maand doen we ook een wat uitgebreidere terugkoppeling van alle innovaties die op beeld zijn aangekondigd met betrekking tot Office 365. Leuk dat jullie gekeken hebben. En wellicht SharePoint Conference. Is dat niet wat vroeg dan? Ja, we moeten even kijken. Goed, tot volgende maand. Tot volgende maand. Dankjewel.